Ik ben Peter Quint, ik ben 36 jaar en ik woon hier samen met vrouw en kind in Amsterdam-Noord. Ik ben al een jaar of 20 lid van de SP en het moment dat ik lid werd was het moment dat ik ontdekte dat in de gehandicaptenzorg waar ik werkte het eigenlijk steeds lastiger werd om met een van de ouderen wat leuks te gaan doen. Want als ik wat leuks zou gaan doen met een ander, dan zou mijn collega 11 ouderen op bed moeten leggen en dat lukte simpelweg niet. Op dat moment dacht ik, het is toch eigenlijk niet eerlijk, niet normaal dat je in zo'n rijk land als Nederland niet beter omgaat met je kwetsbare ouderen. De afgelopen 4 jaar heb ik me namens de SP in de Kamer ingezet voor onderwijs en cultuur. Dus dan heb je het over kleine klassen, een fatsoenlijk salaris voor docenten en een passende plek voor leerlingen die net even wat meer zorg nodig hebben. Maar ook voor poppodia, om ervoor te zorgen dat buurtcentra, kleine poppodia, dat die allemaal bewaard blijven en dat jongeren daar kunnen leren wat het is om een keer op te gaan treden, een concert te organiseren en gewoon zelf iets moois kunnen gaan neerzetten. Dat werk is helaas nog lang niet af, dus ik wil er nog maar 4 doorgaan eigenlijk.